Welkom bij het Adelsjournaal. We zijn natuurlijk weer in de Prinses Irene Sportpark. En we tokken met een speler. Maar eerst praat ik even met Jim van der Del. Want ja, het wordt nou toch wel zweet, hè, met die 6 punten en de overname. Dus we gaan eerst naar Jim van der Del. Kijk mee. Jim, nou, je weet, ik ben supporter. Jij bent inmiddels ook wel ADO-supporter geworden. Ja, ik ben een beetje nerveus. Gaan daar punten af en wordt de club gered? Ja, jij zit altijd dicht bij het vuur. Je een beetje de Peter R. de Vries van ADO, oh, zeg maar. Oh. Is er al wat bekend? Nou ja, het is opvallend rustig. We weten dat vandaag die -6 wel of niet doorgevoerd wordt. Hè. Op dit moment is het 2:15. Ik heb nog niks binnen. Als het zo meteen op je site staat, zou het zomaar wel doorgevoerd kunnen worden. Maar het is 2 weken na de zitting in Zeist. En dat komt vandaag naar buiten. Gelukkig, maat, heeft het geen betrekking op de periode. Dus ik weet dat jij morgen met veel energie in de auto naar MVV stapt. Ja. Dat je erbij bent. De bus. Dat is het juist. Het is een verplichte buscombi. Ja, ja. Dus we mogen niet met de auto. Nee, dat geeft niet, maat. Nee, ik weet het. We hebben het er net nog over gehad. Maar je gaat inderdaad met de bus naar MVV. Ja, en die -6 hebben daar gelukkig geen betrekking op. Dus als je daar wint en NAC speelt gelijk of wint, dan is het gewoon feest. Dan heb je de eerste periode. En dan gaan die punten er wel vanaf van de ranglijst aan het einde van het seizoen. Maar voor die periode maakt dat niet uit. Dus dat is eigenlijk het eerste. En voor wat betreft die overname, ja, dat blijft een soort van kermisattractie. Ja, want het is de ene dag lees je dit en de andere dag lees je dat. Ja, maar ja, ADO heeft zelf gezegd van, nou, er moet een partij komen die concreet geld in een tas stopt en laat zien van, wij kunnen het betalen. Ja, die is er dan voor de buitenwereld nog niet. Misschien wel achter de schermen, dat weet ik niet. Lens en Jol worden nog altijd genoemd als de koopkandidaat, omdat die nog altijd interesse hebben. Maar ja, goed, dat spel loopt natuurlijk ook met de gemeente en het taxatierapport. Dat komt aankomende week ook naar buiten, wat het bedrag zou moeten zijn. Maar ja, daar ben je natuurlijk niet mee geholpen als club. Je wil gewoon weten wie wordt het en zijn we gered? Ja, dat is echt, want dat is de enige onrust die, want op het veld gaat het goed na. Alleen ja, we maken ons, ja, het zou zomaar kunnen dat iets waar ik mijn hele leven aan heb gegeven, dat het er dadelijk ineens niet meer is. Ja, dat geloof ik niet, maat. Nee, ik ook niet, maar ja, als er niemand komt die, want je hebt het dan over die garantie geeft, er moet iemand 5 miljoen op tafel leggen, maat. Ja, die zijn er niet zoveel. Nee, maar van de week zag ik een interview met Rob Jansen bij een supportersite. En dan krijg je toch wel het gevoel dat hij toch ook wel, die wordt ook een beetje onrustig, hè, nu. Hè? Ja. Het is deze week begin oktober, dan heb je nog maar een aantal dagen tot het einde van de maand. Ik heb toch wel het gevoel dat er nog iets gaat gebeuren. Ja, misschien wel vanuit de gemeentekant met Jansen, misschien toch Johan Lensen. Ik geloof niet dat als wij hier over een maand staan dat het klaar is. Dat gaat er bij mij niet in. Nee, dat hoop ik dan ook. Maar wat Jansen ook zegt, dat is in principe hetzelfde wat we maanden geleden in de podcast. Toen zat hij op Aruba en wij zaten thuis via de Zoom, heet dat. Zoomen waren we, aan het zoomen. En ja, dan zei hij een beetje dezelfde dingen. Was dat pingetje bij jou, maat? Zal eens kijken, maat. Ga eens even kijken. Nee, het is Bas Muis. Of ik nog het laatste nieuws bij hem in de radio wil vertellen. Maar ik ben nu even bij het ADO-journaal. Juist, dat is even belangrijk. En daar ben ik je bijzonder erkentelijk voor, maat. Thanks. Kan je er wat mee? Ja, ik denk dat ik nu totaal wel 8 minuten heb. Kijk. Dus dan kan ik het uitzenden. Nou, dat is mooi. Gaan die supporters er naar kijken. Top, maat. Thanks. Ja, laten we maar hopen dan, hè. En dan heb ik een speler gevraagd. Amar. Die was, die stond op het lijstje voor me. Die jongens op het pad zeiden, neem Amar. Nou, neem ik Amar. Kijk mee. Morgen Amar, hoe is het? Goed. Ja? Goed. De eerste wedstrijd van dit seizoen. Toen gaf ik jou mijn beste man. Dat je mijn beste man was tegen Ajax. Vorig jaar waren we niet gelukkig, allemaal niet. Dit jaar lijkt het allemaal beter te gaan, klopt dat? Ja, klopt. Dit jaar is de sfeer ook heel veel beter. Iedereen heeft gewoon blije gezichten. Ja, het is ook een jong, leuk team. Pas jij daarin? Ja, gewoon, je kunt het allemaal goed met elkaar vinden. Okay. Dat is het belangrijkste. En wat denk je zelf? Nu gaan we natuurlijk naar MVV. Dat is, dat is echt een pokkenend weg. Dat is 3 uur in de bus. We mogen alleen met een buscombi. En nou hebben er een aantal supporters die zeg maar altijd met de auto gaan. Die hebben een boycott gedaan. Ja. Dus we zijn er morgen niet zoveel. Een kleine 100, denk ik. Is dat vervelend voor jullie? Ja, we hadden het liever gewoon net als altijd gehad. Een volle bak. Maar we moeten het gewoon winnen om de periodetitel te pakken. Ja. Want punten en mindering hebben er niks mee te maken. Nee, precies. Hè? Want voor jullie, dat punten en mindering, want wij jongens onder elkaar, die hebben het er allemaal over.
En we zijn bang dat de club failliet gaat, maar bij jullie speelt dat niet? Nee, wij zijn gewoon bezig van wedstrijd tot wedstrijd te winnen, zoveel mogelijk punten te verzamelen. Ja, en deze wedstrijd, is de voorbereiding anders dan normaal? Want normaal weet ik dat jullie 2 dagen of zo op het kunstgras trainen. Als we op kunstgras moeten, MVV op kunstgras. Ja, nu hebben we het één dag gedaan. Maar... is dat een reden of is het toch te gevaarlijk om op kunstgras je eigen te blesseren? Ja, ik denk dat we hebben 2 zware trainingen gehad, dinsdag en woensdag. VCT's hebben we dan op het gras gedaan en dan de dag voor de wedstrijd op de kunstgras. Wat jij zegt dan met de blessures. Ja, daar ben ik ook altijd benauwd voor, want ik hoor van veel jongens, het maakt me allemaal niet uit dat kunstgras. Ik voetbal er graag op, maar ik hoor van iedereen altijd dat ze bang zijn voor blessures. Nee, ik voel het ook al gelijk, mijn pezen beginnen gelijk te trekken. Oké, zijn er nog dingen die wij moeten weten van het ADO-journaal? Want ja, je weet, we staan altijd op dat pad. En we volgen de trainingen. En naar ons idee is er een heel klein beetje veranderd in de selectie ten opzichte van vorige week. Klopt dat? Je hoeft niet te zeggen met wie we gaan spelen hoor, maar klopt het dat de opstelling iets anders is? Dat er één plekje anders is of 2 plekjes anders is? Andere spelers? Ja, het is wel iets anders. Ja. Iets, maar niet veel. Waar moeten wij vooruit kijken bij MVV? Ja, MVV speelt thuis veel beter dan uit. Want uit kunnen ze wel eens flink verliezen, maar thuis hebben ze het goed voor elkaar. En we moeten uitkijken gewoon. We hebben een grote, lange spits. En ze hebben de keeper die gelijk de bal uittrapt bij een doeltrap. Moet wel scherp zijn. Ja. Je hebt het over een lange spits. Stel nou dat Thomas zeg maar tot het Haagse kwartiertje... En dat hij leeg is dan op dat moment. Zou het nou niet, want volgens mij kun jij ook naar het midden schuiven als spits. Ja, ik kan het doen, maar ik denk dat hij gewoon heel de wedstrijd kan spelen. Okay. We hebben hem ook nodig nu tegen zo'n wedstrijd. Oké, maat. Nou, dan wens ik jou een onwijs fijne wedstrijd. Dank je wel. Ik ben erbij morgen. Dank je wel. Laat dat. Ja. Thanks, maat. Kort maar krachtig, aardige jongen. En hopen dat ze gaan winnen morgen. Ik had het er even over die buscombi. Dat is heel vervelend hoor. 3 uur heen, 3 uur terug. Maar goed, ik heb 2 filmpjes op mijn telefoon gezet. Dus dan kijk ik heb de heenweg een filmpje, kijk ik heb terugweg een filmpje. Dan moet ik nog maar 1,5 uur overbruggen iedere keer. Dit was het ADO-journaal. Laters.